We hebben er alweer een heel seizoen Sander's Kersengasten op zitten, heel veel mooie gesprekken gevoerd en daarom hebben we speciaal een compilatie gemaakt met alle hoogtepunten. Kijk mee! Wat bij de rol aan dat ding? Nee. Gooi je? Nee, maak een eitje. Shit! Hier ben je vrolijk van als het goed is. Ja, ja, ja. Ik ben ook weer wat sentiment omhoog. Ja, je moet je koppeling oplaten komen straks, hè? Hey Hamza. Hey meneer. Eindelijk een echte auto. Ja, klopt man. Hey. Ziet er wel leuk uit. Marco. Hey. Ja, dat kon natuurlijk ook niet anders. Wat bedoel dan je? Mooi weer zijn. Ja, uiteraard. Hey, als je met een weerman afspreekt. Ivo. Hey Sander. Hallo. Labrie. Hallo jongen. Jori. Jan. Hey Sam. Carola! Sander! Wat een heerlijke plek om te heerlijk, zitten! Heerlijk, hè? Hoi! Zo'n mooie dag! Hey. Goed je te zien! Leuk je te zien! Hetzelfde! Heel goed! En wat is dit voor plek voor jou? Dit is wel een bijzondere plek voor mij. Dit is de schier die we hier zien. En het water, de Mattenesse brug. En dit is eigenlijk de plek in Rotterdam waar ik mijn hele leven eigenlijk al een beetje omheen woon. Ik heb op 5 plekken hier net aan die kant van het water en aan deze kant gewoond. Ja. Dus dit is echt mijn stukje Rotterdam. Ja. En dit plekje is ook wel een heel bijzonder plekje voor me. Waarom? Nou, ik kwam als student naar Rotterdam toe. Toen ik 22 was, werd ik zwanger. Dat was onverwacht. En ik studeerde nog. Ik woonde in huis met 3 jongens in het studentenhuis. En ik had geen baan, geen geld, niet afgestudeerd. En ik, op deze plek, toen wist ik net dat ik zwanger was en toen ging ik met een vriendin van mij lopen om echt na te denken van wat nu. En op dit bankje heb ik echt ongelooflijk hard zitten janken. En, dus dat plekje is ook wel een soort van bijzondere plek op dat moment, zeg maar. Ja. Waarom moest je zo hard janken? Toen ik wist dat ik zwanger was en de vader van mijn zoon die woont in het buitenland, dus die was er ook niet. En toen zag ik helemaal niets meer. Ik heb hier letterlijk naar het water zitten kijken. En altijd bedenk je wel ergens van, ik wil dat dan nog op dat moment doen. Of dat is nog een idee of een wens die ik heb. En toen wist ik niks meer. Ik zag helemaal geen toekomst. Geen toekomst. Er zat helemaal dat je gewoon echt niet meer weet wat er gaat gebeuren of hoe je het moet gaan doen. En dat was wel een soort van dieptepunt dat ik mij herinner. Toen heb ik wel echt heel diep gezeten. Gelukkig was ik met een hele lieve vriendin en die heeft eerst even mee zitten janken. En toen zei ze, we gaan er gewoon voor. En dat is ook gelukt. Ik heb een fantastisch kind. En die is, ik bedoel, dit is al zo'n 21 jaar geleden dat ik dit vertel. Hij is nu bijna 20. Maar dat was wel een moment wat ik, als ik hier langs dit bankje loop, dan denk ik daar nog wel regelmatig aan. Dan denk ik, jongen, hè. Dat was zwaar. En wat is er daarna toch ook wel, hoe wonderlijk is het ook weer gegaan daarna. Wauw, een bijzondere plek dit, ja, hè? Ja, maar het is ook een prachtige plek, want je zit lekker naar het water te staren. De brug, ik vind de brug altijd fascinerend. Er gebeurt zoveel altijd op die brug. Ja. De tram, de fietsers, iedereen, alles krioelt door elkaar. En het gaat ook nog goed. Meestal wel. En het is ook een plek, gewoon Rotterdam-West is echt mijn deel van Rotterdam. Hier hoor ik thuis. Ik woon hier bijna 26 jaar. Juist in de tijd dat het ook helemaal niet makkelijk was hier in de wijk. Dat het echt wel uitdagend was om hier te wonen. Maar het heeft gewoon echt een plekje gewoon in mijn hart. Ja. Ja. Had je ooit gedacht dat het meisje dat hier zo zat te huilen en zo diep zat, dat hij nu vicepremier zou zijn? Nee, dat verzin je echt niet. Nee, op dat moment wist ik dus al helemaal niet hoe de volgende dag eruit zou zien. En of dat ik ergens een plek had om te wonen. Of dat ik had gewoon echt geen geld. En ik wist dat ik een kind zou krijgen. Maar
En dat wilde ik ook. Ik wilde ook echt voor dat kind kunnen zorgen. Maar ik had geen flauw idee hoe ik aan de spullen moest gaan komen om dat kind überhaupt te krijgen. Hoe diep heb jij toen gezeten? Ja, dat is best moeilijk om te omschrijven. Want het is een soort gevoel wat je dan hebt. Maar vooral het gevoel, dat heb ik nooit meer daarna gehad. Dat je echt niet kunt bedenken hoe de toekomst eruit ziet. Dat je gewoon echt niks. Helemaal, dat je het niet meer kunt voorstellen hoe een volgend jaar er eventueel uit zou zien. Ja. En dat ik dat... Dat vond ik het allermoeilijkste. Wat heeft jou in die moeilijkste periode op de been gehouden? Uiteindelijk de mensen om mij heen. Die me altijd weer hebben geholpen om verder te komen. Om naar me te luisteren. Om me praktisch te helpen. Maar ook nog een andere plek. Maar dat ga ik je zo laten zien. Oké. Okay. Yes? Gaan we heen. Yep. Kom op. Staan we daar? Ja. We vullen natuurlijk weer even die snuitkorvel. Zeker. Wat een mooie auto. Ja, dat is hem. Dan zit je er ook in. En ook nog een mooi plekje gewoon. La Brie was hier. Immanuelkerk. Ja. Waarom is dit zo'n belangrijke plek voor jou? Nou, ik denk, hier heb ik wel duizenden uren doorgebracht. Ja? Ja. Elke zondag. Twee keer. Meestal twee keer. Maar ook gewoon naast die kerkdienst. Ja, als je zeg maar tiener bent, dan ga je ook naar catechisatie op maandagavond voor bijbelles. Mm-hmm. En dan heb je ook nog jeugdvereniging op vrijdag. Maar het was ook omdat wij zeg maar hier... Ja, je gaat naar een kerk, maar dat is een soort van community. Dus mijn meeste vriendjes zeg maar, zaten ook in deze kerk. En jullie woonden in Capella, maar je ging helemaal in Krimpen naar de kerk. Ja, dat klopt. Waarom? Dat was omdat mijn moeder, die is heel slechthorend. Die heeft tegenwoordig wel heb je zo'n cochlear implantaat, waardoor je hem wel een soort van kunt horen. Maar in die tijd was ze afhankelijk van ringleiding. Zo'n systeem waardoor je dan als slechthorende ook nog best wel goed mee kunt luisteren. En in Capelle, waar wij woonden, daar was een kerk, maar die had de ringleiding gewoon niet goed op orde. Dus zij kon daar de dienst niet volgen. En die zeiden van, ja, we hebben geen geld of zo om dat aan te passen. Ja. Dus ja, kon mijn moeder daar eigenlijk de hele dienst niet volgen. Dus moesten wij wel op zoek naar een andere kerk. Dus door jouw slechthorende moeder is jouw leven een bepaalde kant op gegaan? Zeker, ja. Ja, en dat is natuurlijk, kijk, bij het enige zin is dat omdat papa werk krijgt in een andere stad en dan verhuist de hele boel. Ja. En bij mij was inderdaad een van de redenen, een grote reden, in ieder geval voordat we hier zoveel, dat het hier zo'n groot deel van mijn leven is geweest, is inderdaad dat mijn moeder slechthorend is. Ja. Ja. Wat merkte jij als kind nog meer van haar, dat ze slechthorend was? Het grappige is, kijk, als kind is natuurlijk hoe je moeder is of hoe je vader is, dat is gewoon, want dat is wat jij kent. Dus pas later dan merk je, oh ja, in andere huizen is dat niet zo. Of die moeder hoort wel gewoon. Dus het is voor jou normaal. En wat ik wel merkte dat anders was, is dat wij als kinderen ook vaak moesten, noem het vertalen. Zij kon heel goed lip lezen, dus ze kon zeg maar gewoon op lippen zonder gehoor toch verstaan wat iemand zegt. Ja. Maar als ze dan ging bellen met mijn tante of zo, waar ze dan vaak mee belde, dan moesten we als kinderen met zo'n verklikker, zo'n meeluisterdingetje aan de telefoon. En dan zaten we zeg maar op de bank dan tegenover haar en dan moesten wij zeg maar gewoon met onze lippen zeggen wat die tante dan zei. En dan kon zij van ons lip lezen. En op die manier kon ze eigenlijk met haar bellen. Ja. Hey, wat voor rol speelt het geloof nu nog in jouw leven? Eigenlijk, zoals ik hier sta, ik kijk hier gewoon met een glimlach naar. En ik ben iets minder, laten we zeggen, praktiserend gelovig. Dus ik heb het een beetje op een afstandje gezet. Maar niet uit iets negatiefs of zo. Dus meer van, ik vind het fijn om het even wat meer op afstand te hebben. Maar ik kijk hier met een grote glimlach naar terug. Het heeft mij gevormd. Ik sta er nu iets losser van. Ik heb er wat meer vragen bij. Maar het is niet dat het vervelende herinneringen oproept of zo. Maar geloof je nog? Ja, ik vind bedoel, dat vind ik dus... Dat gaan we naar een hemel later? Ik heb die antwoorden even niet. En het hoeft mij ook... Die vragen zeg maar, heb ik gewoon even geparkeerd. Dus ik hoef niet even ja of nee te antwoorden op de vraag geloof ik. En dat vind ik eigenlijk heel lekker. En je bent gescheiden, Renze. Ook dat nog. Wat vinden je ouders daarvan? Ja, die zijn zelf ook gescheiden. Oh, nou, ja. Dat maakt het dan makkelijker. Ja. 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 Weet je wat ik zo irritant vind hieraan? Als je mijn naam googelt, dan krijg je allemaal artikelen over die scheiding. Dan denk ik, rot eens even op met z'n allen. Natuurlijk, dat was allemaal heftig en daar heb ik wat dingen over gezegd. En nu denk ik, nou, en nu klaar daarmee? Ja. We hebben het er niet meer over. Vamos! Vamos! Krimp aan de IJssel. Ja, en de Café De Bruin hier natuurlijk, hè. Daar heb ik een van mijn eerste biertjes gedronken. Ik was 13, denk ik. 13? Ja. De rebel van de Immanuelkerk. Ja, ja.
Zo, daar zijn we. Zandvoort. Ja, toch. Merk je dat toen we op de ring van Amsterdam reden, dat hij dan toch een beetje begint te stotteren, die auto? Hij was een beetje aan het zoeken. Ja, een beetje aan het zoeken. Daar hapert hij. Hoe belangrijk is deze plek voor jou, Zandvoort? Ja, heel bijzonder. Het is nu het Formule 1 circuit van Nederland, maar dat voorheen toen ik begon nog niet. Hè, was het voor mij het eerste circuit waar ik mijn rondjes ging rijden. En zoals ik zei, ik eindigde ook in de hekken. Ik bedoel, ik heb de grindbakken ook allemaal van dichtbij gezien. En uiteindelijk ook mijn eerste races kunnen winnen. Dus ja, dat is eigenlijk de carrière van Robert Dormels is hier begonnen. Je staat helemaal te stralen, man. Ja, nou, het is mooi. Ik vind het sowieso een mooi programma wat je doet. Want ik heb vandaag echt wel veel flashbacks gehad naar het verleden. En dan, dan besef je weer dat je gezegend mens bent. Weet je, van je hobby je beroep gemaakt. We zijn gezond. Ik heb natuurlijk ook heftige dingen meegemaakt in de privésfeer. Ja. En dan besef je nog meer hoe een gelukkig mens je bent. Hey, we kennen elkaar al een tijdje. Jouw dochtertje Jada was toen heel ziek. En toen bleef je maar werken. Toen dacht ik, waar haalt hij het vandaan? Ja, dat heb ik meer gehoord hoor. Dat mensen dat dachten of zeiden. Ik heb met Chantal, met mijn vrouw daarover natuurlijk gesproken toen we in het ziekenhuis zaten. Ik heb iets van 150 dagen in het ziekenhuis gewoond. Om Jada te supporten in haar strijd. Ze had een tumor in de nier, hè? Tumor in de nier met uitzaaiingen. Ja, je wereld staat op je kop. Weet je, alles wat je hebt meegemaakt, alles wat je denkt dat belangrijk is, is even niet meer belangrijk. Het gaat nog maar om één ding en dat is de gezondheid van die kleine prinses. En toen heeft het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, die hebben ons waanzinnig goed geholpen. En ze is nu schoon, dus wij vieren het leven dagelijks. Maar in die tijd ging je heel diep. Weet je, als sportman had ik nog nooit zoiets meegemaakt. En ook niet als persoon. Dus ja, ik had wel de uitlaatklep nodig dat ik bij Ziggo mijn Formule 1-analyses kon geven. Dat ik toch af en toe even naar het circuit ging, al is het gewoon met een relatie met een sponsor. Om ook even die positieve mindset te krijgen. En niet 24/7 in het ziekenhuis te zijn. Maar dan bracht ik wel weer die positieve energie mee naar mijn meiden, hè, naar mijn prinsessen. Ja, en nu ben je gewoon super trots. Ik kreeg laatste vraag van iemand, wat was je mooiste overwinning? Nou, dat is toch wel de overwinning met Jada samen. Dat is met stip op nummer 1. Wow. Ja. Wat was in die moeilijke periode wat jou overeind hield? Ja, een enorme vechtlust. En ik zie dat ook nu terug, of ik zag dat ook terug bij haar, dat ze dat heeft van mij. Ik heb natuurlijk heel hard moeten vechten voor alles. Hè. We zeggen het nu even snel in het programma van de jongetje van Rotterdam bij de handpikkie die even naar de Formule 1 gaat. Maar ik heb daar heel veel voor moeten laten, heel hard moeten vechten, ook mindere momenten gehad. En dat maakt je wel de mens wie je nu bent. En zij heeft dat nu op zo'n jonge leeftijd al meegemaakt en ik had het liever anders gezien. Maar ik weet zeker dat het daardoor een heel, heel sterk meisje is en wordt. De vechtlust, de drive en ook goed samen zijn. Weet je, Chantal die gunde mij net even die vrijheid, dat ik daar mijn kracht uit kon halen. Wij zeggen ook altijd samen sterk. Nou, dat is iets wat zich wel bewezen heeft. Ja. En je zegt zelf ook, ik heb het heel moeilijk gehad toen. Hoe diep heb jij zelf gezeten? Ja, verschrikkelijk diep. Ik bedoel, niks is meer belangrijk. Weet je, zakelijk niet. Ik had al wat hobbels gehad in mijn zakelijke carrière, zeg maar. En in mijn racecarrière. En dan denk je, dat is heftig. Maar niks komt in vergelijking met als een klein meisje ziek is. Als je kindje ziek is. Maar ze heeft gevochten. En ik ben zo ongelooflijk trots op die kleine. Dat is, is mooi, man. Dat is maar ook mooi. Op jezelf. Ja, maar die kleine heeft het gedaan. Dus... lekker programma dit, hè? Maar jullie hebben elkaar ook onwijs wij hebben elkaar toen zitten appen. Ja, wat me opviel was dat je zoveel kracht erin gehouden. Ja, dat is toch fantastisch? Ja, en dat zit in je. Dat denk ik. Dat is ook dat karakter. Mooi, man. Kom op, rijden dan. Nu. Nou, hoppa. Gas erop. Dankjewel, vriend. En ik kom even binnen. Dat noemen ze een soort kombocht. Die kan dus helemaal bovenin blijven. En dan hangen we zeg maar hier. Kijk eens. En dan gaat dat ding hard, joh. Voel je die G-krachten in? Nee, dat is niet normaal, hè? Nee, dan bijna rollen dat ding. Nee. Voel je dat? Nee, maak een eindje. Dan kom je met 300 hier bovenaan. Ja. En dan is het gewoon, heb je grote ballen, is het een kleine lift, één keer terugschakelen. Te gek, zeg jij. Nee, deze kan je afvinken, Box. Nee, klasse, man. Geweldig. Nou, dit waren een paar prachtige hoogtepunten. En volgende week hebben we nog een compilatie. Kijk er dus.